zodoende heb ik besloten weer selectie te gaan lopen. Ben ik een jaar eerst jaar licht gaan roeien. Dat is me zo goed bevallen dat ik daarna een jaar door ben gegaan. Middengroep licht in de development 4 zonder. En op dat moment kwam de selectieprocedure aan voor het bestuur van onze vereniging. En dat leek mij ook zeer aantrekkelijk en zodoende heb ik gedaan. Zodoende sta ik hier. En dat was mijn verhaal. Yes, dankjewel. Mijn naam is Wessel, ik ben dit jaar de secretaris van TGO Hotels in Hangen. Wij zijn heel erg trots dat de vereniging al 70 jaar bestaat en dat we daarom nu het 14e lustrum mogen vieren. Er zijn heel veel gave, leuke activiteiten gepland, waaronder een gala, een windsport, maar zoals jullie misschien ook wel gezien hebben, een symposium. Het symposium zal hoogstwaarschijnlijk in het teken staan van innovatie in het roeigebied, op het roeigebied. En daar zijn wij dan als roeivereniging ook heel erg enthousiast over. En daarom hopen we ook dat jullie bij dit symposium aanwezig zullen zijn uiteindelijk. Mocht er een vraag zijn over het lustrum, ik ben de procureur van de lustrumcommissie, dus bij vragen kunnen jullie altijd bij mij terecht. Yes, ik ben Mark. Ik ben penningmeester dit jaar. Ik heb de afgelopen 5 jaar veel van de vereniging gezien. Ik ben begonnen een jaar de competitie roeien. Daarna ben ik gaan wedstrijd sturen. Dat heb ik 2,5 jaar gedaan en de laatste half jaar heb ik de overstap gemaakt naar coach. Daarna heb ik nog een jaar volledig wedstrijd gecoacht. Dus ik heb een leuke competitiesectie. Ik ben best wel actief geweest in de natuurcommissie. En ook de winterwedstrijden 2 jaar georganiseerd. Ik ben eerste jaar gelijk in het roeien. En toen was ik best wel enthousiast op het roeien, ben ik gelijk van wedstrijd roeien. Ik werd ook gelijk ingeselecteerd. Toen ben ik mijn tweede jaar en derde jaar, was gewoon heel erg leuk. Dus ik ben mijn tweede jaar en derde jaar doorgaan met roeien. Verder heb ik in mijn tweede jaar het jaarboek gemaakt. En daarna was ik stapje naar een grote commissie en heb ik samen gemaakt over winterwedstrijden georganiseerd. En toen dacht ik, nou ik wil een jaartje tussen mijn studie. En toen heb ik gepresteerd. Nou, ik ben Noor en ik ben dit jaar ook aan het wedstrijd roeien. Ik heb ook eigenlijk voornamelijk alleen het wedstrijd leven van professor gezien. Toen vond ik het eigenlijk wel mooi geweest en toen ben ik gaan wedstrijd coachen. Ik heb eerst jaar licht, de mannen acht heb ik gecoacht. En nou, dat was heel leuk. En nu dacht ik, nou, ik hoop wel iets tussen mijn studie. En toen ging ik solliciteren en toen werd ik van staats wedstrijd. Dus, dat was erg raar. Nou, ik ben Danielle. Ik heb juist iets meer het competitieleven meegemaakt, nadat ik nu op de commissaris toe wil je weg worden. Ik heb in mijn eerste jaar in Melk gegroeid, gewoon lekker enthousiast aanwezig geweest op het Roodhuis. Nog de lenteactiviteitencommissie gedaan, dat is misschien iets wat jullie nog niet kennen. Dat is de afgelopen 3 jaar was opgericht en dat is gewoon een week waarin allemaal leuke activiteiten worden georganiseerd. Mijn naam is Mirja. Ik ben dit jaar commissaris materieel. Voordat ik bij Proteus kwam, was ik heel enthousiast van roeien bij het spaar. Toen ik weer in Delft kwam, wist ik wel, ik wil graag door met roeien. De keuze was vrij makkelijk om hier bij Proteus te gaan roeien. Mijn eerste jaar zie ik de dames staan, samen met Friesje. Zo mooi. Het jaar daarna is helaas geblesseerd, maar daar heb ik wel ook de competitiesectie wat beter leren kennen en mixed op 2 gestart. Afgelopen jaar wat minder de vereniging geweest, omdat ik voor de studie naar de buitenland ben geweest. Daarom was ik toch heel verbaasd dat bij mijn sollicitatie ik wel werd aangenomen voor het bestuur. Dus ik ben Maarten, alweer. Maarten de Jong. En ik ben commissaris Duits komend jaar. Ik heb in mijn eerste jaar gelijk de wedstrijd geleerd. De eerste jaar zwaar. Een mooi jaar op de boeg ben gehad. En daarna geprobeerd in de middengroep verder te gaan, maar helaas gepasseerd geraakt. Nog een keer een trainingje achter Niels mogen meedraaien, gelukkig. Ik kom er ervaring. Dat weet ik dan niet.
aanloop naar de HET, een jaar geleden geloof ik. En voor de rest ben ik de afgelopen anderhalf, bijna twee jaar bezig geweest met de aanbouw. En daar ga ik me komend jaar ook verder voor inzetten. Wat was dat de functie van ons als bestuurzijde? Zoals ik al zei, wil ik jullie graag wat vertellen over het beleid dat wij dit jaar willen inzetten. Zoals jullie best al gehoord hebben, is er best wel veel wedstrijdgroeiervaring binnen het bestuur. En dat is ook een van de redenen dat onze focus allemaal weer die kant op gaat. Sinds een aantal jaar schrijft de vereniging een meerjarenplan. Deze loopt gelijk met de Olympische cyclus. Dus dan was een meerjarenplan richting Rio. En dit jaar is er een meerjarenplan opgesteld richting Tokio. Ons beleid sluit hierop aan om op die manier te kunnen kijken of wij in 2020 kunnen staan waar het meerjarenplan omschrijft waar we graag willen staan. Afgelopen zomer hebben we natuurlijk de OS gehad. We hebben hier Peter Wiersum naar een bronzen medaille zien gaan. We hebben Chantal Achterberg zien strijden voor een zilveren medaille. En een Hogewerf vol trots in die A-finale, in die vrouwenacht, ook zien strijden. Ik denk dat een van de mooiste dingen die ik hier aan vond was dat toen Chantal moest groeien, dat wij hier op de bar zonder door het 69e bestuur was de wedstrijd te zien op de Beamer zoals die nu ook staat. De bar zonder zat vol en vol enthousiasme zaten wij Chantal die daar aan de strijd was om Rio aan te roepen. En dat is iets wat, iets wat ik en wij ontzettend mooi vonden en het liefst in 2020 weer willen zien. Maar wanneer wij in 2020 met toppers aan de OS willen staan, dan is het wel belangrijk dat nu als wij die eerste stap gaan zetten, dat we die wel weer gaan pakken bij de basis en dat we daar die aandacht aan gaan besteden. Dus we ons bereid willen ons vooral gaan focussen op de eerstejaarswedstrijdgroeiers. En dan niet per se kost wat kost een klassement winnen, maar juist de eerstejaars wedstrijdgroeiers die vol energie en vol passie voor dat wedstrijdgroeien doorgaan naar de middengroepen en zo een basis kunnen vormen voor de top. En niet voor het winnen van het eerstejaars klassement. En dat is waar wij als bestuur hebben gezegd, dit zou ons hard voor willen maken. En wat wij willen gaan verdedigen op de ALP komende woensdag. Als er vragen zijn, ik zie ze al, dan willen ze graag beantwoorden. Maar je dan in tijden stellen toen afgelopen jaar wat meer achter het eerste jaar achter het water brengen. Want ik weet dat er heel veel eerstejaars zich hebben aangemeld. En er is veel meer ruimte dan één achter het afgelopen jaar. Per groep, per zwaar, per licht. En hoe breder je basis is, hoe breder uiteindelijk je top wordt. De coachstages zijn nu al gevuld en dit jaar is er eigenlijk juist het grootste voor wat kleine coachstages. Zeg, dus 3 per coachkader, dus 8 is er per 100 komen. Dat kunnen we wel zeggen. 2 is voldoende. 2 maar het is wat wel iets is dat er langer geselecteerd is. Want nu was het altijd een hele korte selectieperiode waarin we maar heel snel even van mensen afbieden. Maar nu gaan we echt door tot aan de end hier in december met selecties. En we willen kijken hoe dat uitpakt. En dat is dus ook langer met veel meer mensen door. En ook met mensen die niet zo ervaren zijn, juist in bijvoorbeeld ook als je hier gaat roeien. Dat je echt maar eigenlijk ook een beetje nog meer de basis kunt bijleggen wat individueler. En dat je dus wel echt meteen de kans geeft om zich wat langer te doen. En laat ik uit op wat Roel zegt. En we zien dezelfde mensen van deze Ja, ik zie het. Ja. Ik heb het niet zo goed. 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 Ik heb het niet zo goed.
Thank you.